Oh shit, hier gaat het fout, hier gaat het fout, hier gaat het fout, hier gaat het fout. Super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Zoals jullie kunnen zien zit ik weer in Euro Truck Simulator 2. Ik zet nu een andere vrachtwagen dan die we de vorige video hebben ontworpen. Maar ja, het is ook een hele mooie vrachtwagen ontworpen door mijn broertje. En ik heb al een vrachtje aangenomen en die gaan we nu ophalen. Dus oh, daar gaan mijn ruitenwissers. Die mogen op zich wel uit. Maar het is gewoon mooi weer. Oh, dat is wel heel snel. Dus gaan ze nu uit. Ja, mooi. Zet hem even een klein beetje achteruit. V8 Scania. Met een neus, zoals jullie kunnen zien. Mooi wagentje. Rechts onderin zien jullie mijn navigatiesysteem in de dashboard staan. Dus die kant gaan we nu op, want ja, we moeten een... ja, wat was het? Het was iets van een grote katrol, zo. Heel, heel groot iets. We worden helemaal special transport team zijn we, zeg maar. Dus ja, we gaan het zo zien. We gaan het zo zien. Dus we gaan nu die kant op. Het is niet een hele lange rit, ik denk. Ik ga niet... Echt een hele lange rit kiezen, want anders val je er ook bijna bij neer. Oh, ik moet nog even wennen aan de sens. Wat een idee. Even oefenen nog wel, maar dat mag ik wel. Maar ja, de vorige video had ik dus met mijn broertje een Scania ontworpen. Mocht je die video nog niet hebben gezien, link van die video staat in de beschrijving. Oh wacht, ik moet pas de volgende bocht. Dus ja, die kan checken, super nice. En nu ga je gewoon even lekker toeren. En dan gaan we lekker verder, hè. Hier naar rechts. Oh, sorry. Ja, I'm so sorry. Nou, ik moet nog even een beetje wennen, want die sensitivity, ja, ik moet gewoon... Ja, ik ben natuurlijk ook langer met die neus en zo. Ik heb ook 5 assen, dus flinke vrachtwagen ben ik. Dus ja, dat eigenlijk. En hij ziet er ook super nice uit aan de achterkant en zo. Dus ja, dat is gewoon... Dat is zo'n mooi spul, hé! Dan gaan wij hier het terrein op van Ekres. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar het is wel. Gaan we hier neerzetten. Zo, en dan wordt heel onze trailer geprepareerd. Kijk, super dik. Kijk, hier staat een man met een selfie-stick om wat stoer te doen. Man moet trailer, zoals jullie kunnen zien. Super nice, super nice. Ja, dat is ook iets van skip of zo. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Maar ja, nu kunnen jullie het even zien. Dus dit is een hele grote control, denk ik of zo. Ik weet niet precies wat het is. Maar dan gaan we zo wel even rustig bekijken. Maar het is in ieder geval een mooi spulletje om mee te transporteren. Er staan ook special busjes bij. Die begeleiden mij. Daar moet ik tussen blijven. Vanochtend heb ik het ook wel even geprobeerd, maar toen ging het helemaal fout. Ik hoop dat het nu goed gaat. Kijk, hier heb ik het een en ander informatie staat op dat sommige vrachten. Zodat twee begeleidingsvoertuigen zijn die je begeleiden op de route, wees voorzichtig en volg de instructies van de begeleider op. Kijk, nou, dat is voor mij het, nou, dat allemaal prima. Die uit en dan gaan wij naar rechts. Hij heeft die wel moeten. Dan ga ik even de zwaailichtjes aanzetten. Die zitten er zat op, dus dat komt wel goed. Wij zien ze wel aankomen, zeg maar. En dan gaan we nu het transport starten. Dus dat is een hele filmwagen. Oh, ik ben schijnbaar heel bijzonder zo met deze vracht. Ik ben ook aardig breed, dus daar moet ik ook rekening mee houden. Mijn reiskunsten gaat dat denk ik niet helemaal goed. Maar ja, we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We zitten nu op de weg. Dus busje rijdt voor mij. Eentje rijdt als goed is achter mij. Die gaan mij begeleiden in deze route. Nou, mocht je het nou tof vinden, laat het even weten. Misschien kan ik dit ook gewoon een keer gaan livestreamen. Dat we Trucks MP gaan doen. Dat is online. Kunnen we met elkaar misschien een heel konvooi starten. Het zou wel dik zijn. Dus laten we weten in de reacties of jullie dat tof zouden vinden. Daar ben ik wel benieuwd naar namelijk. Hier staat ook zelfs politie, nog een busje. Het is allemaal wel goed geregeld, zeg maar. Dat is mooi, dat is mooi. Tja, ik ben behoorlijk breed. Want ik moet ook uitkijken bij die lantaarnpalen. Dat bedoel ik. Ik zeg het gewoon precies. En dat gebeurt ook. En dit is ook zo'n moeilijk bochtje. Die moet ik echt oppassen. Ik ben natuurlijk best breed en zo'n bocht neem je niet zomaar. Dus je moet echt uitkijken voor die lantaarnpalen. Maar het gaat goed, dat is mooi. Het gaat goed. Okay. Wij mogen ook gewoon de rood, dus we hoeven niet te wachten op stoplichten. Dus dat is helemaal top. Dat is helemaal top.
En dit is dezelfde route als ik vanochtend heb gereden, schiet me nu te binnen. Dus ik hoop dat het nu wel goed gaat op dat punt. Zo niet, ja, dan ik ga jullie gelijk melden wanneer ik zie al dat we op dat punt zijn. En als het fout gaat, ja, dan weet ik het ook niet meer. Als het goed gaat, is het alleen maar mooi meegenomen. Zo is het toch? Ja, toch? Oké, gaan we nu hier langs mijn garage trouwens. Hier rechts heb ik een garage, le garage. Oh, mijn Frans is niet best, dus. Maar ik moest het toch even zeggen. Ik blijf een beetje in het midden van de weg rijden. Nu denken jullie waarom. Nou ja, dan ram ik niet meer zo makkelijk die borden om en zo. En op zich mag dat busje wel een beetje doorrijden. Want ja. Op zich. Het zou niet verkeerd zijn. Met die gasten bij doen. Even toeteren. Dat we eraan komen. Oh. Oh. Ik moet tussen beide begeleidingsvoertuigen blijven. Nou, prima. Ja, rustig, rustig, rustig. Ik rij er nou toch tussen. Of wat? Dat vind ik dus zo moeilijk. Het klopt af en toe niet helemaal. Want nu moet ik ook weer naar het midden toe, want anders raak ik dat bord daar. Maar ja, dat snapt dit spel waarschijnlijk niet helemaal. Kijk, ik raak nu nog maar net niet dat bord wat, zeg maar, in mijn spiegel links was. En hier ook. Dat bord, wat nu links staat, ram ik net niet. Dus, hé. Hey, dat bedoel ik. Nu ramde ik er eentje, volgens mij. Dus ik moet gewoon echt afstand houden. Dus ze zeggen wel leuk, ja, blijf er tussen. Maar hey, ik moet ook opletten voor de overige spullen die langs de weg staan, zeg maar. Ik kan wel doodleuk achter en aan gaan rijden, maar ja. Als ik dan een bord uit de grond rijd, dan is de gemeente niet zo blij mee. Dus ja, dat eigenlijk. Nou, gaan we hier een beetje gas bijgeven. Gaan we even aan de buitenkant kijken. Dat is echt gewoon pittig breed, hoor. Dus ja, het weegt ook wel wat, want je hoort een flink brullen. Ja, och, hier kan ik toch niet ertussen, want dan ram ik gewoon met mijn... Ik noem het gewoon control, houten plank, iets. Dan ram ik gewoon die vangrail. Maar ja, dat snapt het spel even niet waarschijnlijk. Dus hey, ETS2, mocht je kijken, fix dat even alsjeblieft. Maar ja, dat terzijde. We gaan lekker verder nu. We gaan het zien. Hier mogen we maar 60. Dus hey, ik rij nu al 60, zeg maar. En dit is ook een lastig bochtje. Deze vind ik echt moeilijk. Want hier heb je een heel smal weggetje. En je beukt zo die vangrail. Dus ik zit even heel geconcentreerd te kijken nu. Dus ja, dat eigenlijk. Die staan ook allemaal bordjes, appels op, gevaarlijke bochten. Ja, nou, mooi. Oh, dat was iets te ver ingestuurd. Maar als het goed is, het gaat nog goed. Ik heb nog geen boink gehoord of zo. En als ik trouwens die busjes, dat busje voor mij of achter mij ram... Dan moet ik gelijk bij het laatste controlepunt opnieuw beginnen, zeg maar. Hier komt zo als het goed is ergens dat punt dat het heel raar wordt. Dan moeten we, omdat er een afslag is naar een tankstation, moeten we van rijstrook verwisselen. Maar dat gaat gewoon helemaal fout. Dat busje blijft gewoon midden op de weg staan. Doet hij dat nou weer? Ja, dan weet ik het ook niet. En dan, ja, dan weet ik het ook niet. Ja, dat. Ja. We gaan het zien. We gaan het samen uitvogelen nu. Dat is straks ergens. Dan krijg ik ook zo'n melkje in mijn beeld. Ja, straks ga pas op je snelheid, want we gaan straks van een rijstrook wisselen of zo. Ik weet niet meer hoe, maar zoiets ging dat volgens mij. Nou, gooi even cruise control erop, want dat scheelt weer voor mijn voeten. Als ik ooit... Nou, oké, er komt een rijstrookswijzing aan, pas je snelheid aan om ongeluk te voorkomen. Nou, zo gaat deze bus ineens midden op de weg stilstaan. Zo van, oké, en nu? Wat gaan we doen? Dus ik ga alvast afremmen, want anders weet ik het wel weer. Want vanochtend klapte ik een plankgas bovenop. Hier, let op, hè. Nu gaat hij zo midden op de weg stilstaan. Ik durf bijna te wedden. Nee! Beter! Mooi! Mooi! En nu ben ik blij. Toen had ik gewoon geen geduld. Toen was ik gewoon plankgas langs gegaan. Ik denk, houdoe. Maar nu blijft hij dus gelukkig voor mij rijden. Daar ben ik wel blij mee. Daar ben ik wel blij mee. Dus nu gaan we een beetje gas bijgeven. Gaan we weer richting de 60 km per uur. En ja, doe zeker een blauw duimpje omhoog als je dit tof vindt. En ja, laat ook weten als je bijvoorbeeld een keer een livestreampje moet doen waar je mee wil doen. Laat het ook even weten. Want dat brengt mij ook weer op nieuwe ideeën en zo. Dus ja, dat vind ik wel tof altijd. En abonneer ook zeker te weten natuurlijk als je nieuw bent. Ja, dan gaan wij nu nog... Hoeveel kilometer moeten we eigenlijk nog? We moeten nog 222 kilometer. Nou, dat is niet heel lang. Dat is in dit spel ongeveer een kwartiertje. Dus ja, dat gaat lekker.
Ondertussen een beetje bijbabbelen, een beetje praten, een beetje gek doen, een beetje dit. Het is heel veel praten, maar ja, het is wel leuk. Het is een leuk transportje. Het is ook leuk om te spelen, mocht je dit spel nog niet hebben. Je kan het voor een eurotje of 15, 20 kopen op Steam of op weet ik het. Tof spel. Download dan ook even Truckers MP, dan kan je misschien wel een keer meedoen als ik een keer dit ga livestreamen. Dan kunnen we gewoon een heel leuk konvooi maken, kunnen we gewoon een leuke stream van maken. Dus ja, dat zou ik wel tof vinden eigenlijk. En dan, dan gaan we nu even verder. Het wordt ook inmiddels een beetje donker, of het gaat regenen of het wordt donker, I don't know. En die busjes voor mij gaat even remmen, dus ik hou mijn voet ook weer even bij het rempedaal. Ja, hij geeft een gas maar, nou top. Maar dit is trouwens een DLC, die moet je er los bij kopen. Die zit er niet standaard in. Kost iets van 7,50 of zo volgens mij. Maar ja, ik denk ik koop hem wel eens wel dik. Want ik heb twee DLC's erin. Heavy Cargo DLC en deze dan volgens mij. Special Transport of zo, hoe die ook heet. Maar ja, daar heb je ook wel echt leuke vrachtwagens voor nodig zoals deze. Dit is gewoon een gratis mod, deze vrachtwagen. Dit zit er niet standaard in. Scania T met een neus, oftewel gewoon Scania T. Dus ja, die kan je gewoon installeren op Steam, kan je mods downloaden, dan zet hij ze automatisch in je Eurotruck. Moet je hem wel even selecteren en dan op het pijltje naar rechts duwen, want dan zet je ze zeg maar echt in je game. Want hij gaat er niet automatisch in als je ze alleen downloadt. Je moet ze er echt even inzetten en even selecteren, zeg maar. Maar ja, het is niet zo heel moeilijk, mocht er niet uitkomen. Berichten even op Discord of zo, stuur even zo van, hey Bjorn, ik kom er niet uit. Nou, dan wil ik wel eens even kijken of ik je kan helpen. Want dat doe ik al te graag. Dus ja, ik word een beetje moe van al dat rijden, joh. Mocht jij nou een rijwijs hebben, ga niet in één stuk heel veel rijden. Dat is ook niet goed voor je. Op een gegeven moment raak je gewoon moe. Ga je ongelukken krijgen misschien. Want je reactievermogen gaat ver naar beneden wanneer je moe bent. Dus ja, hou daar rekening mee. Mocht je al een rijwijs hebben, let daar op. Mee op. Dan waarschuw ze ook heel veel voor nu met vakantieperiodes weer en zo. Pas rust goed uit voordat je de rij start. Drink genoeg, eet genoeg. En ja, dat eigenlijk. Ik krijg nu al zo'n reisinformatie of zo. Ja, zoiets hè. Maar ja, hey, boeien. We gaan lekker verder met deze route. Want ik zit even te kijken hoeveel wij nog. Hier, kijk, nog maar 170. Dat is echt hard hoor. Dat is echt snel. En zo komen er ook ergens wegwerkzaamheden. En daar was ik vanochtend gestrand, zeg maar. Want, toen reed er een auto, zeg maar, nu, die ook op de linkerbaan rijdt. En toen moest ik om, want er stonden van die hekken. En ja, toen raakte ik met mijn breedte dat hekken. Toen was het helemaal... En toen lag ik in het weiland. Dus ja, dat. Hallo, politie. Dus ja. Maar we gaan nu door een tunnel, dat vind ik ook eigenlijk wel spannend. Want ik ben natuurlijk best breed, dus ik ga een beetje richting het midden rijden. Oh, ik moet trouwens wel even op mijn snelheid letten. Dat vind ik wel het nadeel hoor, je kan niet je snelheid bepalen, want die busjes blijven echt heel slow daar rondrijden. Dus dat vind ik wel het irritantste van deze DLC. Maar verder is het echt dik gemaakt, dat sowieso. Kun je trouwens niet wat voor logo er op dat busje zit? Maar iedereen ziet dat gewoon een Volkswagen Transporter, T6 is. Transporter 6. Dat zie je gewoon al gelijk aan die achterlicht. En dan denken ze van, hey Bjorn, hoe weet je dat? Ja. Ik weet dat gewoon. Ik vind de Transporter 6 gewoon echt mooie bedrijfsbussen. Net zoals de Vito van Mercedes, ook een mooie bus. Probeer de vrachtwagen maar in te halen volgens mij. Yep, dat gaat jou niet lukken vriend. Je bent veel te breed. I'm so sorry man. I'm so sorry. Oh, hij gaat toch proberen. Of niet? Ik weet het niet wat hij wilt. Ik weet het niet. We gaan nu trouwens richting Polen. Dus we moeten hem in Polen afleveren, dit stuk hout. Nou, ik noem het gewoon een stuk hout. Misschien is het wel een stuk beton of zo wat erin zit. Dat bekist. Ja, ik denk dat het iets van beton is of zo. Dat er een bekisting omheen zit. Dat zou ook nog kunnen. En nou, als je het weet, laat even weten in de reacties wat dit kan zijn. Want ik weet het zeg maar niet. Oh shit, hier gaat het fout, hier gaat het fout, hier gaat het fout, hier gaat het fout. Oké, we leven nog. Niks aan hand. Maar ik dacht, heel even, dit gaat fout. Dat merkten jullie ook wel aan mijn reactie. Oh shit. Ik moet remmen, want ik mag hem niet beuken. Oké. Rustig aan. Calm down, man. Calm freaking down, man. We gaan gewoon verder. Niks aan de hand. Niks. Oh, nee. Vooral zeggen. Even afkloppen. Oh, shit. Daar gaat mijn muis.
Of mijn muis, mijn toetsenbord. Kijk, zo dik. Oh man. We gaan hem hier weer op 60 zetten, cruise control. Ik heb trouwens ook een stuurtje, nu willen jullie misschien wel weten welke het is. Ja, het is gewoon een Speedlink stuur, hartstikke dik. Lekker sturen, niet te duur. Want ja, ik heb deze ze heeft mijn broertje eigenlijk voor zijn verjaardag gekregen. Dus ik, hey, Jelma, bedankt hè, voor het stuurtje. Tja, om er nou één te kopen terwijl Jelma er eentje heeft en die wordt amper gebruikt. Dan is het zonde, zeg maar. Dus ik denk, hey, ik pak gewoon deze. Gewoon een prima stuurtje, allemaal knopjes zitten erop. Kan je allemaal instellen en het werkt goed met Eurotruck. Oh, moet ik wel mijn handen aan het sturen houden. Het werkt trouwens ook leuk met dit. Jammer ook om de vorige video laten zien. Dit loopt op, dat is met Razer of zo. Een leuke samenwerking, denk ik. I don't know, maar dat ziet er allemaal wel dik uit. Oh shit, nu zie ik niks. Oh. Ja, ik moet dus niet aan mijn muis komen. Nu komt er weer zo'n shite vrachtwagen mee inhalen. Doe het alsjeblieft niet. Want ik vind dit niet leuk. Anders gaat het weer fout. Even kijken. Hoe ver zijn we al? Oh, nog maar 102 kilometer. We zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. Ja, ja. Zo komen hier ergens de wegwerkzaamheden. Ongeveer bij nog iets van 90 kilometer of zo. En dan kwamen ze volgens mij. Dus hopen dat het nu wel goed gaat. Want ja. Anders weet ik het ook niet. Dan is het gewoon einde video klaar. Maar het gaat goed. Ik heb vertrouwen in mezelf. Dus ja. Ik hou wel mijn voet bij de rem, want als het weer fout gaat, altijd motor uit. Denk ik. I don't know. Maar toen vloog ik echt hard. Toen vloog ik echt heel hard. En hoog ook hoor. Het was een... Ik denk net alsof ik in een gekke... Ja, wat zou het geweest zijn? Special tot zat. Ja. Ik denk, oh, we gaan hem opslaan. Helemaal goed, joh. Helemaal goed. Dan was ik nu weer bij zo'n checkpoint, denk ik. Ja, dat. Nou, het busje achter mij rijdt er ook nog keurig. Dus het ziet er voor nu allemaal goed uit. We rijden bij Poznan, Poznan, Poznan. Ja, Poznan, ja. Yeah. Ja, bij Poznan. Oeh, daar. I don't know where het ligt in Polen, dat weet ik wel. En we rijden prima nou. We rijden rustig. Hier zijn... ik denk dat we zo weer van... Nee, we kunnen gewoon rechtdoor. Ja toch? Ja, oké. We hoeven niet van rijstrook te wisselen. Dus dat is helemaal goed. Blijf gewoon lekker rustig doortoeren. Ik moet wel even die bus voor me in de gaten houden. Want anders, als ik een pit, dan ben ik te lul. Dus ja, rustig gaan. Hey. Nou, dan gaat die vieze tankwagen. Wegwezen jij. Meer gevaarlijke acties. Ik probeer hem echt gewoon in een bocht bij een vangrail in te halen. Dat ben je toch gek? Maar ja, het is ook niet anders. Is dat de Poolse politie? Super dik. Super, super, super dik. Even kijken, hier hebben we weer een bocht. Oh, ik zie het vlaggetje al. Ik weet niet of jullie op het navigatiesysteem dat witte zien knipperen. Helemaal bovenin. Dat is het vlaggetje. Dus we zijn er al bijna, jongens. We zijn er al bijna. Oh jee. Ja, nog maar 59 kilometer. Ik denk dat de wegwerkzaamheden al voorbij zijn. Dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar mooi. Dus ja. Voor nu gaat het gewoon nog goed. Dus. Oh, dat is de verkeerde. Hier gaan we weer langs een parkeerplaats. Maar daar hoeven wij niet op, want we zijn er toch al bijna. Ik heb wel benzine zat, dus we hoeven ook niet te tanken. We rijden gewoon rustig. Lekker op. Rond de 60 km per uur. Rustig aan, zwaailichtjes aan. Special transport units ervoor. Helemaal mooi. Dat ziet er altijd wel bruut uit hoor, als er zoiets op zo'n konvooi op de weg rijdt. Daar kijk ik altijd wel even naar, want het ziet er gewoon vet uit. Het ziet er gewoon echt vet uit. Dus ja. Nu rijd ik er zelf een beetje mee, hè. Ook leuk. Oh, hier is een controle in het Pools. Ik weet niet wat er stond. Oh, hier zijn die wegwerkzaamheden. Oh, shit. Oké, nu moet ik echt op gaan passen, want als dit weer fout gaat... Want toen lag ik daar, zeg maar, helemaal links, lag ik in het weiland. Toen kwam ik tegen dat hek aan. Maar het gaat nu goed volgens mij. Yes, het gaat goed. Top. Yes. Yes. Jongens, we zijn er bijna. Nog maar 50 kilometer. We gaan hier zo de afslag nemen. Dan gaan we over provinciaal weggetje zo te zien. En dan gaan we zo het dorp in, denk ik. Ik weet niet welk dorp, maar dan gaan we zo wel zien. Dus dat komt helemaal goed. Oh, er komt weer een vrachtwagen mee inhalen. Oh jee. Oh jee. Ja. Oh, er komt er. Oké, jongens. We moeten opzetten. Ik word moe.
Oké, rijstrookwisseling. Hats. Busje gaat om. Gaat goed, ja. Die paal hier raak ik niet. Ik blijf nog een beetje in het midden rijden. Zodat het nog enigszins veilig gaat. Dit is een hinderlijk bochtje. Het voorste busje gaat bestuurders waarschuwen dat wij eraan komen. Dan kan ik ondertussen rustig deze bocht nemen, want het is een irritant rotbochtje. Het is het hier vangrail zo dicht erop. Hier, nu staat dat busje daar zo van, hey yo, kijk uit, er komt een transport aan. Even wachten jullie. Groot gelijk heb je, vriend, groot gelijk. Er komt een rijstrookwijziging aan, pas je snel. Oké. We moeten nu welke kant? Ja, deze rijstrook moeten aanhouden. Oké, top. Het wordt hier wel donker, maar hey, boeien. We hebben zwaarlichtjes alles, dus kom helemaal goed. Zwaarlichtjes zien er wel dik uit in het donker trouwens. Ik ben wel op het goede moment gaan rijden. Al zeg ik het zelf. Oké, oh shit, we moeten niet. Oh ja, we rijden net. Dit is wel echt top, want dat. Ik denk nog steeds betonnen blok in bekisting. Dat kan er gewoon mooi over die vangrail heen. Dus dat is wel top. Oh, waarom is dat? Richting. Hey, daar zie ik weer politie. Dus waarschijnlijk komt er zo weer. Kan er weer verkeer komen of zo? Ik weet niet. We gaan het zien. Of een ongeluk kan ook nog. Hey, die staat hier gewoon te chillen. Oké. Scoochie. Ik moet even snelheid gaan minderen. Anders komt het niet goed. Zo. Ja, mooi. Gaat goed toch? Ja. We zijn er bijna, denk. Maar we hebben het toch echt netjes gedaan, al zeg ik het zelf. Ja. Ja. En we zijn het busje niet kwijtgeraakt. Geen ongelukken voor nu nog, afkloppen. Maar hé, het gaat gewoon lekker. Ja. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Want we gaan hier zo weer naar links, dus we gaan hier wel oppassen. Ik zie daar de politie alweer staan. Helemaal top, helemaal top. We gaan nog een beetje gas bij. Die gaan we zo trein op, denk ik, of niet? Nee, jawel. Hier, Acres. Oh, hij denkt gewoon, ik hoef niet meer mee of zo. Of wat? Ik denk gewoon dat ik hier de bocht van kan dan. Ja, oké, we hebben het gewoon gehaald. Dat is wel ziek dit. Kom man. Ja, we gaan een zandweggetje op. Dit ziet wel. Dit geluid ook trouwens. Dit is wel echt realistisch gemaakt. Dit vind ik wel dik trouwens. Ah, dat vind ik wel tof. Ja. Maar daar moet de trailer heen. Nee, ik ga hem daar wel even parkeren. Als dat lukt. Misschien ben ik zelf wat te lang. Oh! Ik moet nog zelf een stukje zacht. Nou! Kom man. Boah! Hero, geweldig. Ik wist het wel. Helemaal top. Mooi. Oh. We zijn nog maar level 147.000. Ah joh. Pff, niks aan de hand. Maar hey, dat was mooi. We gaan weer even naar buiten. We gaan even de motor uitzetten. En dan wil ik jullie bij deze allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Het is allemaal goed gelopen. Goed verlopen, laten we het zo zeggen. Eén keer tegen een paaltje aangereden, maar hey, dat mocht, verder niks aan de hand. Voor nu, ja, laat even weten of jullie het in de livestream willen zien dat ik trucks en MP ga doen. Dus met kijkers heel convoy gaan starten. Zou wel tof zijn, doe zeker een blauw duimpje omhoog, abonneer om op de hoogte te blijven. En dan check ik jullie bij een volgende stream of video. Later.